Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Niels die is Jordi naar school toe brengen. En daar heb ik zijn tas voor klaargemaakt. Ik heb hem aangekleed en alles. En Niels is hem nu wegbrengen. En dan komt Niels dadelijk thuis. En dan kan ik met Sam naar de dokter. Want die heeft nog steeds last van spruw. En het wordt maar niet beter. En ik ben nu al een maand bezig daarmee. Dus dat dus. Liam is lekker aan het spelen in de box. En ik ga mij zo eventjes aankleden. En alles voor Sam klaarzetten. Zodat ik om 10 uur gelijk weg kan. Want ik moet er om 10 of 10 zijn. Vanmiddag heb ik ook nog een afspraak bij de tandarts. Of ja, begin van de middag. Ik moet om 11:45 zijn. En dan gaan ze 2 gaatjes even maken. Dus dan zal ik wel een smoelvol. Hoe noem je dat? Verdoving hebben, want ik ben bang voor de tandarts. Dus ja, hè, dus dat. Dus daar zit ik ook nog in de zenuwen voor. Maar ja, hè, moet het toch doen. Dus, maar in ieder geval, ik ga heel eventjes gauw verder. Hier alles klaarzetten. En tussendoor hier de boel opruimen. Enzovoorts. Want straks krijgen we ook alweer bezoek. Krijgen we nog even kraamvisite. Niels is zoals jullie zagen lekker boterhammetje aan het geven aan Liam. Ik ben met Sam naar de dokter geweest. Ze gaat nu alles doorsturen naar de kinderarts. En dan gaan we eventjes verder in conclaaf hoe we het gaan doen. Als goed hoor ik woensdag meer hierover. Maar we zullen zien. Ik ga me eigenlijk nu klaarmaken voor de smoelesmid. Omdat ik... Het is geen smoelesmid. Hoezo is het geen smoelesmid? Een smoelesmid is een dochter van Tis. Ik vind het ook gewoon een smoelesmid, want die doet ook mijn tanden repareren, dus dat is goed. In ieder geval, daar ga ik heen. Ik ga even op de pijnbank. Dus tanden poetsen en de hele boel gebeuren. En dan mag papa Liam naar bed brengen en dadelijk Sam doen. Ik ben weer terug van de smoelesmid. Zeg je? Ik ben helemaal verdoofd. Maar dat is ook erg. Liam ligt lekker te slapen. Ja. Sam heeft net een flesje op. Ja. Ze ligt nu ook te slapen. Ja. En mijn gaatjes zijn weer gedicht, maar ik heb nog 6 uur verdoving. Het zal inmiddels 5 uur zijn, maar ik ben nu zo te slaan, daar voel ik niks van. Maar ik ga eventjes de verdoving laten uitwerken en hier even wat dingen doen. Dan krijgen we straks Jordi even ophalen. Ja. En dan krijgen we na het eten kraambezoek. Ja. Van heel ver weg. De overburen. Oh, dat is echt irritant. Dat ziet er niet uit. Als je lacht. De helft doet het niet bij mijn mond nou. Dus, maar ja, in ieder geval, het zal wel lekker rustig zijn voor jou. Ja. En hij zit weer op zijn telefoon. Zoals altijd. Ik ben hard aan het werk. Ik laat bij Sam de melk zakken. Ja, in ieder geval, dat dus. Liam ligt op bed. Jordi is de flesje aan het drinken. Sam heeft zijn flesje net op en die is even bij mama. Dus we hebben net bezoek gehad. Kraamvisite van de overburen. Dat was gezellig, hè, Jordi? Dus hopelijk gaat Jordi daar ook lekker naar bed. En Sammetje even een ditje doen, denk ik. En mama ook. Mama, de verdoving is nog een beetje aan het uitwerken. Dus die heeft een beetje... Dat kost veel energie. Ja. Ik denk dat hier ook iemand gaat poepen. Dus wij gaan nog even met kindertjes bezig zijn.
Ja, dat doe je zelf. Dat doe ik niet, hè. Kom maar boos op jezelf. Hij zit hier met zijn voeten, zit hier zichzelf af te zetten. Zodat hij zeg maar zijn buikrampjes kwijt kan. Jordi deed dat ook. En ik kan dat tegen willen houden, maar dat werkt niet. Dus hij zit zich hier echt helemaal af te zetten. Maar dan komt hij wel eens met zijn hoofd, komt hij een beetje te ruw tegen iets aan. Tegen mij of tegen mijn schouder of weet ik veel. En dan ja, wordt hij boos. Zoals dat dus. Dus wij gaan nog even ouders spelen en dan... Nu is het al bijna de avond weer om. Zit je lekker daar? Ben je daar aan het doen? Het moet niet gekker op deze wereld. Niels is nu heel eventjes Jordi zijn luier aan het doen. En ik zeg een hele goede morgen. Dat wat jullie net zagen, dat Liam in die bak zat, dat was dat hij dus gewoon te poepen, hè? Dat had hij dus gewoon... dat te doen. Dus de koning zat op zijn troon. Over koningen gesproken. Het is vandaag King's Day. Happy King's Day iedereen. Ik hoop dat iedereen als ze op pad gaan lekker hun ding doen. En als je thuis blijft natuurlijk ook. Vandaag blijven wij in principe gewoon thuis. Niels gaat wel eventjes met Liam op pad. Want Niels die gaat naar zijn moeder toe eventjes een kop koffie drinken. Want van de week is de zus van zijn moeder overleden, dus feitelijk Niels' tante. Het is niet zo dat wij contact hadden met die tante, maar ja, zijn moeder natuurlijk wel. En het is toch wel een verlies voor die moeder, dus ja, we gaan ze eventjes een kop koffie drinken en eventjes kijken hoe het gaat. Dus dat gaan ze doen. Ik blijf dan thuis met Jordi en Sam. En ja, ik ga mijn dingetjes hier doen, was doen. Ik wil eigenlijk ook een cake pakken, maar ik weet niet of ik dat ga doen of lukken. Dus dan gaan we gewoon even kijken. We zijn even bij oma. En Liam is een tampoesje aan het eten. En als ik even stop met appjes geven, begint te zeuren. Hè? Vind je het tampoesje lekker, Liam? Een slagroomboef. Yummy. Want het is Koningsdag vandaag. Hé, Liam? Liam. Ben je happy? Ik vind hem zo lekker. Ik ga hem Liam even zijn tampoesje opgeven en dan kan hij zo even spelen. We gaan daarna even een banaantje eten, hè? Ze komt niks tekort, mama. Terwijl hun lekker aan het eten zijn, heb ik Jordi fruitje gegeven en is hij even een filmpje aan het kijken met zijn speelgoedje. Hij vindt het even heel lekker, de rust. En deze vent ga ik nu wakker maken en die gaat lekker het badje in. Ja, hoi! Ga je wakker worden? Ik ga hem dan even een bad doen en de fles geven. En dan is het alweer tijd voor boterhammetje voor Jordi. Nou, deze boef is weer schoon. Ik wiebel een beetje met mijn camera, dat gaat niet anders.
Deze boef is weer schoon. Had een bad gepoept. Hoe moest mama heel snel zijn, hè? Heb jij onder de kraan nog afgespoeld? Ach ja, kleine geitje hou je toch, hè jongen? Als je zo ontspannen, hè? Hij was zo ontspannen, vond het helemaal geweldig. En in één keer hoor ik... Ik denk, och jee. Ik denk, krachtenbubbels komen. Ik denk, oh jee, ik hoop dat het alleen een scheetje is. Nope. Wat heb ik hier nou weer? Wat heb ik daar? Ja, dat was crème. Ik heb hem ook helemaal ingesmeerd en gedaan. Dus, maar ik ga heel eventjes hem verder zijn flesje geven. En dan is het alweer boertjes tijd. En dan gaan we Jordi de boterham geven. Even zitten. Inmiddels was Liam ook alweer wakker en ik heb boven eventjes met de Franse slag gepoetst. Al mijn was weggewerkt, dus ik heb een hele hoop gedaan. Niels is bij de kindjes gebleven en heeft de kindjes eten gegeven. En wij hebben Burger King besteld. Natuurlijk, de kindjes zijn dan nog wakker en er zitten frietjes bij. En wij doen dan ook gewoon lekker de frietjes delen. Tenminste, ik doe de frietjes delen, want ik krijg daar niet allemaal op. Dus ja... Daar zijn we nou op aan het wachten. En daarna gaat Liam weer naar bed. En Jordi ook uiteindelijk. En Sam ook. Maar ja, die ligt nou nog te pitten. Dus, ik wou dat ik zijn leven had. Maar die heb ik niet. Ik ben ondertussen flesjes aan het afwassen. En dingetjes een beetje tussendoor aan het doen. En Niels die is ondertussen Sam aan het bezighouden. Want Sam die heeft buikkrampjes, denk ik. Ja. Meestal voordat hij naar bed gaat. Ja. Ja. Een beetje wiebelen wil je dan, hè? En Joep, je bent er ook al rustig van. Doe de baby geen ouw. Doe het niet voor de baby. Ze heeft ook al een keer bijgestaan en dat de baby aan het huilen was. Ja, en Liam aan het huilen was. Ja, dus ja. Ja. Maar ja. Hè? Is papa weer een excuus om op de bank te liggen? Ja. Jij gebruikt nooit dat excuus, want je doet dat gewoon. Ja. Ik zal morgen tussen 8 en 5 niet op de bank liggen. Afgesproken. Nou, het is niet tussen 8 en 5, het is eerder tussen 7:30 en 6:30, 5:45. Ja, maar ik doe nog minimaliseren. Ah, oké. Okay. Je probeert het minder erg te maken voor jezelf. Ja. Maar goed. Ik ga ook heel eventjes tussendoor editen. Want ik laat altijd eventjes de flesjes weken. En dan was ik ze af, spoel ik ze af. En dan, ja. En die van Sam kook ik natuurlijk nog uit. Dus daar ga ik ondertussen mee verder. En ik doe eventjes tussendoor editen. En we zijn ondertussen serie aan het kijken.
We kijken de K van Carlijn. Dat gaat over borstkanker. En dat is best op zich, ja... Het is op zich best wel herkenbaar. Niet dat ik borstkanker heb, maar ik ken mensen die borstkanker hebben gehad. En ja, je ziet toch wel bepaalde problemen als je die mensen kent toch wel weer terugkomen. Toch, Niels? Ja. En het gaat niet alleen over borstkanker, ook gewoon over ziek zijn en dat soort dingen. Relatieproblemen. Ja, het zijn toch best wel dingen herkenbaar. En ja, nou... Dan zijn we ondertussen ook aan het kijken. Maar goed, ik ga heel eventjes dit gedeelte editen. En bij deze ook deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken en wel trusten. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende.